Goedemorgen, welkom bij Vlogmas dag 24. Het is de dag van kerstavond. Oh, maar er zit ze in mijn keel. En ik ga nu, oh, mijn kerstboom is nog aan. Maar ik ga nu vertrekken naar Celine en Nick. Want Celine had me gisteren gevraagd als ik een holiday picture van hun wil maken. Dus ik zei, is goed, dan kom ik om 1:30. En dan gaan we ook nog snel een outfit voor Lovies shooten. Deze, maar ik zal het direct in de spiegel laten zien. Deze look die ik onder mijn jas heb, gaan we shooten. Rokje en dat t-shirtje wat ik een paar vlogs geleden heb laten zien. Ik heb geen trui aan en geen broek of geen kousen. Dus it's gonna be cold, maar het is maar even en het is maar... Allee, Celine woont hier vlakbij, dus snel doen. En ik denk dat ik binnen een uurtje wel terug ben. Ik ga ook nog snel wel naar mijn ouders iets ophalen. Cadeautjes voor mijn zus zijn nog aangekomen. En nog twee dingen die ik voor Niels heb gekocht. Dus dat ga ik ook nog ophalen. Ik ben nu ten huize Nice Family. Hey. Oh. Waar zijn de kastjes? Oh, is ze moe. Ik ben moe. Oh. Dan lang geslapen. Oh, dank u. En kijk hoe mooi. De kersttafel. I'm jealous, hè? Ik kan gewoon hier vieren, hè? Goed? Het is tijd voor de laatste adventkalender-opening. Nummer 24. Oh, I'm gonna miss it, hè? Dat is zo leuk om te doen. Ik wou dat er zo'n kalender was voor heel het jaar. Oeh. Nummer 24 is Instant Smoky Look. Een 1 seconde eyeshadow palet. Ziet er tof uit. Nu heb ik al net alles gedaan op mijn gezicht. Dus kei stom eigenlijk. Anders zou ik dit kunnen proberen. Oké, het ziet er speciaal uit. Ik ga dichter komen. Het ziet er zo uit. Aha, ik denk dat ik het snap. Ik denk dat dit zo is. Dan moet ik dit hierop duwen. En dan zo swipen. En dan kun je dat beide op je ogen en dan heb je deze look. Oeh, ziet er kei tof uit. En oeh, ziet er ook kei handig uit. Maar ik heb me net geschminkt en mijn oren gedaan. Ik heb trouwens heel de look gedaan van mijn kerstmake-up video. Ik denk vlogmasdag 20 of 21 dat was. Dus die look heb ik helemaal gedaan. Alleen mijn lippen moet ik nog doen. Ik ga nu eerst mijn haren doen. En dan ga ik kijken wat ik ga aandoen, want ik weet het echt nog niet. Ik ben klaar om te vertrekken. Er is hier niet heel veel licht, dus ik weet niet of je mijn outfit goed gaat zien. Maar ik heb dat sterrenjurkje aan van Lovies. Dat is wel echt cute. Ja, je ziet het niet heel goed zo. Ik zal straks proberen het beter te laten zien. En ik heb hakkenbotjes aan van Totally Too. Dat zijn de enige die niet te hoog zijn die ik met mijn voet kan aandoen momenteel. Want ik wil eigenlijk liever mijn van de Bershka. Maar dat doet te veel pijn, dus dat gaat niet. Ik heb ook wel platte schoenen bij. En waarschijnlijk als ik ga aankomen, ga ik direct op mijn sokken gaan of zo. Want het doet echt niet zo goed aan mijn voet. Kom, ik ga jullie nog eten geven. Kom, Milks. Milky, kom. Kerstboom nog uitdoen. Dan hoop ik dat ik alles heb. Maar ik denk het wel. Waar ligt hier? Oei, een papiertje van de make-up. Kom, katjes. Kerstmaaltijd voor mijn baby's. Alsjeblieft. Love you. Tot morgen. Love you. Flink zijn, hè. Blijf bij mijn oma huis slapen. Daarom zeg ik tot morgen. Want de katjes gaan alleen zijn deze nacht. Die kunnen dat wel.
Ja, alles is leeg. Doe eens. Morgen, vrolijk kerstfeest iedereen. Het is kerst vandaag. En we zijn wakker. Ik heb niet zo goed geslapen. De kindjes waren aan het wenen. Dus top. Annelies heeft zo'n... Hoe noemt dat? Dr. Pimple Picker gekregen van Lucas, waar we het thuis te kunnen pissen. Ik heb die 800 euro betaald. Lief. Dit is mijn outfit of the day. Mijn haar ook niet gedaan. Ik ben te lui. Ik ben een rendier. Cola. Zelfgemaakte rode kool. Zelfgemaakte rode kool. Ik zie het. Zelf opengemaakt. Zelf... Ja, een zelfgemaakte soep daar. Wat in de oven staat is wel zelfgemaakt. Wat staat in de oven? Die ik ga hier de vlog afsluiten, want ik moet monteren, want deze vlog moet zelfs online binnen een tweetal uurtjes. Dus ik ga dat nu doen. Ik ga ook een week niet vloggen, dus het is nu woensdag. En ik denk dat ik volgende week vrijdag opnieuw de eerste vlog ga uploaden. Dus dat ik gewoon even tijd heb om alles in te halen, om content te maken. En dat ik gewoon een beetje voorloop en dat ik niet meer zo holder de bolder moet monteren en vloggen. Hopelijk vonden jullie vlogmas leuk. Ik vond het alleszins al heel leuk, vlogmas. Het was pittig, want het is natuurlijk elke dag monteren en zo. Maar het was wel heel fijn. Hopelijk vonden jullie dat ook, dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na en dan zie ik jullie volgende week vrijdag.